Omroep Zuidwest. Reportage. Nou, we staan hier vanmiddag bij het gemeentehuis van Zuidwest-Friesland. Er vindt straks een persconferentie plaats over een aanvraag voor een asielzoekerscentrum in Witmarsum. Daar moeten straks 300 mensen gehuisvest worden, dus we zijn zeer benieuwd wat de burgemeester en de wethouder daarover te vertellen hebben. Goed, gaat u mee? We staan hier bij burgemeester Hajo Apotheker van de gemeente Zuidwest. Van wat het asielzoekerscentrum hier in Sneek betrof, is dat tot nu toe redelijk verlopen. Tenminste, niet echt reuring geweest, niet echt beroering. Er waren toen wel ruim 400 mensen toen op de informatieavond aanwezig daar. Wat verwacht u wat er volgende week vindt er namelijk ook een informatieavond dus plaats, begreep ik. Wat verwacht u daarvan, de reacties van de mensen? Ja, volgende week dinsdag om 19:30 in het oude gemeentehuis van Witmarsum. Toevallig precies er tegenover, willen wij toelichting geven op dit plan. Wij verwachten daar ook veel belangstelling. We hebben vandaag huis aan huis uitnodigingen, brieven verstuurd met al de essentie van wat het inhoudt, maar ook met de oproep kom, want het is wel van belang. Je mag vragen stellen, je mag zorgen uiten, daar willen wij toelichting en antwoord op geven. En ik verwacht dat als je dat met een open, eerlijke mind en houding doet, dat je ook open en eerlijke vragen en mensen tegenover je krijgt. En ik hoop dat dat ook daar weer gebeurt. Ik heb ook wel eens hier verhalen gehoord en zo, dat het heel moeilijk is juist bij de organisaties in het algemeen om vrijwilligers te vinden. Hoe is dat hier met het asielzoekerscentrum dan gegaan? Nou, dat bleek dus heel snel, vroeger, 10 jaar geleden, dat dat heel snel op gang kwam. Dat was zowel in Sneek zo als in Witmarsum. Dus beide plaatsen hebben dus ook toen al een AZC gehad. En ook nu zie je het weer, dat mensen die zitten in een klankbordgroep rondom een nieuwe AZC in Sneek, die er nog moet komen, nota bene. Maar er zitten nu allemaal al plannen te bedenken, hoe gaan we dat nou doen? De onderwijs, de scholen hebben al gezegd, we hebben al bepaald welke school het onderwijs gaat verzorgen. Er zijn allerlei cursusaanbod is er al aan het ontwikkelen. En wethouder van Gent, Stella van Gent, die ziet dat met hele positieve ogen gebeuren en die stimuleert dat ook heel erg. Dus die sociale onderwijskant, die is vooral dat de gemeente daarin een bemiddelende, stimulerende rol moet vervullen. En dat doet zij ook. Ik wil graag als burgemeester van Zuidwest-Friesland uitleggen waarom wij als college van burgemeester en wethouders ja gezegd hebben op het initiatief van het COA. De heer Woldhof zit hier achter mij, om 300 asielzoekers in de vorm van een AZC in Witmarsum gedurende in eerste instantie 5 jaar te laten wonen. En voordat we daar ja tegen gezegd hebben, hebben we natuurlijk een aantal dingen overwogen. Eerst wil ik u vertellen dat dit initiatief al een aantal weken oud is en dat de plek en het dorp een initiatief is vanuit de eigenaar van het complex hier tegenover, de heer Gené. Die heeft contact gezocht met het COA en die heeft goed gehoor gevonden, omdat hij met een zodanig plan is gekomen, dat zal de heer Woldhof ongetwijfeld toelichten, dat het COA heeft gezegd, dit zou een hele mooie invulling zijn van onze grote behoefte aan AZC's. En dat is voor ons als gemeente ook de hoofdreden. De grote behoefte aan opvangcentra. Niet alleen noodopvang, wat we in Workum hebben gehad en wat ook op andere plaatsen gebeurd is in Friesland, maar vooral ook echte AZC's. Want dat is natuurlijk de beste manier. Daar kunnen de mensen van de eerste noodopvang dan naartoe. Daar zijn de mensen al geregistreerd en een beetje gescreend. Daar wachten de mensen op hun wel of niet te verkrijgen definitieve verblijfsstatus. Dus dat is essentieel. En wij hebben als Zuidwest-Friesland er ja tegen gezegd in eerste instantie, omdat wij ons aandeel willen leveren in de Friese opgave die er ligt. Er wordt wel eens gesproken door mensen op provinciaal niveau dat Friesland ongeveer zo'n 20 asielzoekerscentra zou moeten hebben. Nou, we hebben daar al een aantal van. In Burgum, in de Sint-Anna-parochie, in Sneek hebben we ook besloten dat daar één komt. Leeuwarden is er nu één. Alleen, als je kijkt naar Zuidwest-Friesland en je kijkt naar het inwonertal van onze gemeente binnen heel Friesland, dan zijn wij een 13% van heel Friesland. En dat had ook even goed gekund dat deze gemeente, die
uit 5 gemeenten naar 1 is gegaan, bijvoorbeeld 6 jaar geleden, en 2 gemeenten was opgedeeld, rondom Sneek en rondom Bolsward. En dan hadden we dit ook een normale zaak gevonden, want het is duidelijk dat met 600 mensen die in Sneek in het AZC komen en de 300 die we hier beogen te laten wonen, dat dat een redelijk aandeel is van Zuidwest-Friesland en de Friese opgave. En dat is onze achtergrond waarom wij in eerste instantie daar positief op hebben gereageerd. Wat vindt u nou van het verhaal wat u vanavond hoorde? Wat is uw gevoel daarbij? Ik heb een ongelooflijk slecht gevoel hierover. Niet omdat, alleen omdat men 300 mensen in dit hele kleine dorpskern willen neerleggen, maar ook de manier waarop het gaat. De manier waarop er uitermate belerend en bijna sturend de vergadering in zijn gegaan om de mensen te vertellen dat dit een verder compli is, vind ik een hele kwalijke zaak. En zeker omdat er 300 mensen zijn op 1700 bewoners. Ik begrijp dus uit uw reactie dat u dat aantal van 300 te veel vindt of veel te veel. Hoe ziet u dat? Ik denk dat iedereen begrijpt dat je wat met elkaar moet doen. Ze komen en je kunt het niet anders, maar ik vind de manier, de locatie, sec in het midden in de dorpskern, waardoor niemand er omheen kan. Je praat over mensen die allemaal hun best doen, ze komen overal vandaan, maar je praat over een concentratie in een heel klein gebied. En dan heb ik niet eens over de mensen zoals ik, die dan aansluitend aan dat klooster wonen, waar allerlei andere problemen dan aan de orde zijn. Nou, de essentie van mijn vraag is waarom de gemeente heeft gekozen voor een dorp als Witmarsum voor een opvang van zulke aantallen asielzoekers. Omdat wij maar een relatief klein dorp zijn. En ik denk niet dat Witmarsum tegen opvang van asielzoekers is over het algemeen. Omdat we in het verleden dat natuurlijk ook wel hebben gedaan. Maar deze aantallen drukken wel heel erg op zo'n kleine bevolking. Bovendien hebben wij hier weinig voorzieningen voor de vluchtelingen. Ze zitten toch de hele dag in het dorp. We hebben geen voorzieningen voor middelbaar onderwijs, voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs. Ze kunnen weinig cursussen en dergelijke volgen hier. Overdag, ja, het is toch een beetje een forensendorp, Witmarsum. Mensen zijn overdag vaak aan het werk. Dus er is ook weinig support mogelijk vanuit de bevolking. Ik denk als je naar grotere bevolkingskernen in Friesland kijkt, bijvoorbeeld Heerenveen of Sneek, die vangen wel vluchtelingen op in aantallen van ongeveer 600. Maar als je kijkt naar verhouding van de bevolking, is dat nog relatief weinig. Als je daar 600 opvangt, dan praat je over aantallen van 1,8% van de bevolking van Sneek. Als we deze aantallen in Witmarsum willen doorzetten, dan hebben we hier straks 17% van de bevolking als vluchteling. En dat vindt u? Vrij veel en dat vinden meerdere mensen in het dorp, zoals we hier kunnen zien vanavond aan de opkomst. En ik denk dat dat voornamelijk het grote probleem is. Ik denk als het kleinere bevolkingsgroepen zijn of een kleiner aantal vluchtelingen, zoals een stuk of 50, 75 die hier ook wel eerder zijn opgevangen. Ik denk dat dat draagbaar is voor een bevolking van 1700 inwoners zoals hier in Witmarsum. En ik heb al vanavond die vraag gesteld. Ik heb niets tegen moslims. Laten we dat even vaststellen, dat de mensen moeten hun eigen recht hebben om iets te vinden en iets te kunnen beleiden. Maar als je leest wat een vijandigheid, want ik heb geen vijandigheid tegen de moslims. Ik ben in principe degene die hun vijand is. Want homo's, vrouwen, het is in de moslimwereld een heel andere gedenkwijze. Dus, en stel je eens voor dat je 200 mannen hier hebt in je dorp. Ik kan me voorstellen dat vrouwen, kinderen en ook mannen zoals ik tegen 200 mannen niets kunnen doen. Dus ik denk dat het veiligheidsgevoel absoluut verdwijnt als je door de straat in de avond naar de kroeg wil lopen. Er spelen grote belangen voor de bevolking. En ik wil u graag alvast de petitie overhandigen. Er zijn inmiddels 140 ondertekeningen binnengekomen. Maar ik denk als het beter verspreid was of deur tot deur was gegaan, dat ik wel meer ondertekeningen had gehad. Want ik heb alleen een Facebook-actie gestart. En die wil ik u nu alvast overhandigen. Overigens heb ik ook een document opgesteld waarom ik vind dat het niet geschikt is om zulke aantallen vluchtelingen in Witmarsum op te vangen, waarom dat niet verantwoord is en welke andere mogelijkheden er zijn. Ik heb adviezen gegeven, ik heb even werk van gemaakt, dus ik wil u dat graag overhandigen, ook aan de COA en overige twee personen aanwezig. Laten we dat direct maar doen dan, hè. Dankjewel. Bedankt. Dank je. Ik las dit bericht en ik dacht, dit is een absurd idee van een gemeente. Dus ik hoop dat ik als burger hier mijn plicht kan doen en awareness krijgen. Dus ik heb ook een Facebook-actie gestart en daar heb ik ook redelijk wat positieve respons op gekregen. Maar hoe reageerden de mensen op die handtekeningen dan toen u daarom vroeg?
Hoe bedoelt u? Nou, omdat het allemaal op zo'n korte termijn was. En dan gaat u dus bij de deuren langs, of u kent natuurlijk hier een aantal mensen, en dan gaat u handtekeningen vragen. Wat vond men daarvan? Ik ben nog niet handtekeningen gaan halen langs de deuren. Dat is denk ik de volgende stap. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een handtekeningenactie gestart online, op petities online. En daar heb ik in 2 dagen 140 reacties op gekregen. En dat heb ik alleen maar via Facebook gedeeld. Dus heel veel mensen wisten hier niet eens van. Okay. Nou, en er is gigantisch veel respons van opgekomen. En dat is allemaal van de bevolking uit het Marsum. Dus die willen graag inspraak in deze zaak. En die willen meepraten over een betere oplossing. Uw burgervader die had het over een aantal percentages. Wat zien hoe de inwoners die het. Dat we bepaald voor u, trok uw college. Is u daar ook wat over vragen? Ik bedoel, ik heb niks in die asielzoekers. Maar ik vind 300 op een werkplaats in Wietmarsum. En dan praat je 20, wat ging je? 20% of zo? Vind ik veel te volle. Vind ik gewoon veel te volle. Ja, ik, dat kan je vinden. Wij hebben een andere afweging gemaakt. En die wil ik ook even toelichten. Even de toelichting. Wij hebben gekeken naar de locatie en de ruimte die overblijft bij dat woongebouw. We hebben gekeken naar de ruimtes die er allemaal in het oude kloostercentrum zitten. We hebben gekeken naar dat er een voetbalveld in de nabijheid is. Dat er nog steeds een kerk staat die weliswaar leeg is, waar ook van alles in zou kunnen gebeuren. We hebben gekeken naar hoe per saldo de groene ruimte buiten die 1100 vierkante meter die dat woongebouw qua oppervlakte groot is, blijft er ruim 5000 meter over. Wij vinden dat dat op zichzelf kan. En er zijn ook voorbeelden genoeg in Nederland waarbij je, als je ongeveer niet verder gaat dan een toevoeging van 20%, dat dat goed kan. Daar zijn voorbeelden genoeg van in Nederland en ook in Friesland. Ik heb namelijk zelf wat onderzoek verrichten en ik heb in november het COA eens benaderen. En vanuit het COA heb ik over dezezelfde locatie een scroll gekregen. Werd heel duidelijk ingesteld dat men de locatie net geschikt acht voor opvang van zo'n groot aantal mensen. Ik ken jou wat scrollen, ik hoor handig. Dat is verder helemaal net een geheim stik. Maar er stiert dat duidelijk in. En de uitgangspunten die daarin hanteerd worden, die stroken net, maar de keuzes die het nou maken worden. Dat wie mijn bijdrage. Ja, dat. Ik ken die brief niet, maar ik weet inderdaad wel zeker dat het alleen om dat gebouw gaat. Zoals u ziet hier op de tekeningen, wordt er een. Waar staat die meneer of zit die meneer? Wordt er bijgebouwd en alleen het klooster, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. En daar komt vervolgens nog bij dat u ook weet dat sinds oktober de wereld ook nog weer heel erg veranderd is. Dat we nog veel en veel meer opvangplekken nodig hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat het alleen om het hoofdgebouw ging. Mijn naam is Klaas Smit. Heeft de gemeente nog gekeken naar alternatieven, naar andere locaties, misschien hier in het dorp? De gemeente heeft het plan in ontvangst genomen zoals het COA het had gemaakt, wat daar hangt. En daarvan hebben wij een beoordeling gegeven die ik in het begin zei. Ruimtelijk aanvaardbaar, een net aanvaardbare verhouding tot het inwonertal van het dorp en een verleden met een sociale infrastructuur van Wietmarsum, waarvan wij dachten en denken dat u dat met z'n allen goed aankunt. U zegt dus, er is niet gesproken met anderen over mogelijke alternatieven hier in het dorp. Er is bij mijn weten niet gesproken over andere alternatieven in Wietmarsum. Anders zouden wij ze moeten kennen. Het klooster is eigendom van meneer Gené. Als de informatie op internet die je kunt vinden klopt, dan ligt er op dit moment een claim van een paar miljoen bij het COA vanuit meneer Gené, vanwege de mislukking in Gaasterland. Heeft dat te maken met de keuze voor het klooster? Ik kan heel kort zijn, er ligt geen claim van de heer Gené bij het COA. En dat heeft ook niks te maken met het klooster. Oké, dat is het antwoord. Ik ga even naar deze kant. Die mevrouw had de hand al een tijdje omhoog. Esther Brandsma. Mijn vraag is, waarom wacht de gemeente op een aanbod van iemand met commerciële doelen
En neem je niet zelf een initiatief om te kijken voor zijn bevolking, want jullie weten dat er asielzoekers gevestigd moeten worden, om te kijken wat een mooie spreiding is over Friesland. We gaan nu gewoon reactief op iemand die daar alleen geld op wil verdienen. Daar gaan we iets mee doen. Jullie vertegenwoordigen ons. Dankjewel, een duidelijke vraag. Als het gaat... dit kloostercentrum had ook in het verleden door Elkien kunnen worden gekocht. Als dat zo was geweest, dan had u deze opmerking niet gemaakt. En comma, en ik weet, omdat wij natuurlijk weten hoe woningbouw in Nederland plaatsvindt, 80% van de woningbouw vindt plaats met rendementsberekeningen vanuit mensen die met vastgoedontwikkeling bezig zijn. Dat zijn niet mensen die per definitie meteen opzij hoeven te worden gezet als geldwolven. Dat zijn mensen die een plan indienen bij het COA, die als huurder precies wil weten, betaal ik nou te veel of te weinig voor een vierkante meter. En dat zijn mensen die ook bewezen hebben, elders in Noord-Nederland, onder andere in Assen en in Leeuwarden, dezelfde meneer Gené, blijkbaar tot een goede zakelijke verhouding met het COA te zijn gekomen. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat wisten wij als gemeentebestuur en daarom hebben wij daar ook aan de COA gevraagd, als u dit een solide zaak vindt, dan hebben wij geen reden om daaraan te twijfelen. Dat was uw vraag. Dit is het antwoord. Ik kom nog even bij u en dan ga ik naar jou, Marco. Nou, die Friese spreiding bedoelt u ook nog over de gemeente, geloof ik. Hè? Nou, ik dacht dat... Ik kom bij u, hoor. Dan kunnen mensen aan de andere kant van de zaal het ook horen. Waarom de gemeente zelf niet het initiatief neemt om te kijken wat het beste is voor zijn bewoners? Hè? Ja, maar soms gaan dingen tegelijkertijd. Bij Snee kan je zeggen dat eigenlijk ook wel vanuit de boezem van BMW een initiatief is geweest. Wij wilden als Zuidwest-Friesland, als tweede gemeente van Friesland, met de tweede stad van Friesland, wilden wij een bijdrage leveren aan wat wij als openbaar bestuurders, ook namens jullie, moeten doen, omdat de Nederlandse regering vindt dat die mensen moeten worden opgevangen. En wij ook als burgers begrijpen dat die mensen moeten worden opgevangen. Daarom hebben wij het initiatief Sneek ontwikkeld. En nu komt het initiatief Wit Marsum en dat vinden wij een goede spreiding over de gemeente. Dankjewel. Ik geef het naar Marco. Hoi, ik ben Arjen Beuker. Ik had een kleine vraag. Als die 300 man hier gevestigd worden, wordt onze veiligheid dan ook gewaarborgd? Hoe zit het met de veiligheid? Er zijn heel veel cijfers over als een dorp vluchtelingen krijgt, wat er dan gebeurt. En uit die cijfers blijkt dat er op zichzelf, als je het goed organiseert en goede contacten met de politie hebt, dat er dan geen reden is om te denken dat de veiligheid opeens hard achteruit zou gaan. Dat is niet het geval. Dat zijn zoveel onderzoekingen naar geweest en dat kan ik u dus als verantwoordelijke voor veiligheid, wil ik u dat ook gewoon zeggen. Anders zouden wij er als openbaar bestuur ook niet aan beginnen. We krijgen extra sterkte voor de politie als Sneek en Wit Marsum door zou gaan. Maar dat vind ik nog niet eens zo belangrijk. Het basisteam Sneek, die zit hier ook in de zaal, die heeft 140 FTE's. Wij weten dan hoe wij moeten omgaan, want Balk valt ook onder het werkgebied van politie Sneek, met Balk, Sneek en Wit Marsum. En de essentie is natuurlijk, dat, maar daar kan de heer Woldhoff nog veel meer over zeggen, dat daar fulltime 24/7 beveiligers zijn in dat wooncentrum. Dat is gewoon een vaste personeelsbezetting, zoals ik ook in Sneek heb uitgelegd, dat de mensen daar niet bang voor hoeven te zijn. We gaan even naar meneer Woldhoff om te bekijken hoe dat binnen in het asielzoekerscentrum zelf toegaat. En daarna bent u weer aan de beurt. Wij zetten op een locatie van 300 zeker 15 fulltime krachten in van het COA. Die zijn daar elke dag van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. 'S Nachts zitten daar 3 beveiligers minimaal. Dat is ook onze BHV-norm, dat is een landelijke norm. Daar houden wij ons aan, los van de grootte van de locatie. Nou, zoals eerder is gezegd, dat doen we ook op locaties van 600. Dus daar zullen we zeker een locatie van 300 voldoende kunnen bemensen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie en in de directe omgeving. Dat is wel in de directe nabijheid van de locatie. En zullen wij waar nodig natuurlijk, wanneer het niet door ons af te handelen is. We hebben de ervaring dat we 90% van de incidenten die plaatsvinden landelijk zelf afhandelen. Voor die 10% die overblijven schakelen wij de politie in.
En waar vaak al door hun komst de preventieve werking voldoende is. En in sommige gevallen zullen zij ingrijpen. Wij kunnen nooit veiligheid garanderen, laat dat ook duidelijk zijn. Wij garanderen wel 100% inzet, aanspreekbaarheid, bereikbaarheid en ook hele nauwe contacten met politie. We hebben een geweldige team mensen binnen. Dat lukt ook hier weer. Ook met mensen uit deze omgeving zullen wij daaraan werk helpen. Maar ook met ervaren medewerkers en onze ervaring in de centra hier in de omgeving. Garandeer ik u hoge kwaliteit, hoge inspanning op beheersbaarheid en veiligheid. Maar een 100% garantie geven wij nergens, want dan sta ik u iets wijs te maken. Oké, dankjewel. Een heel duidelijk antwoord. Zijn er mensen die behoefte hebben daar nog weer op in te gaan? Want ik wil ook wel ruimte geven voor andere opmerkingen en vragen namelijk. Hey, als Marco nog even naar die meneer gaat. En dan doen we straks wat frisse vragen stellen. Ja, u noemt net dat 90% van de incidenten in de AZC's door de COA zelf worden opgelost. Nou, de COA moet nu inmiddels zelf cijfers naar buiten brengen over incidenten die plaatsvinden in en rondom AZC's. Op internet is te vinden dat de COA onlangs de cijfers van 2015 dus bekend heeft gemaakt. En daar staat dat er 8000 incidenten zijn geweest op een geregistreerde populatie aan het eind van het jaar van 47.000. Dus het gemiddelde is lager. Dat wil zeggen dat er, laten we die 47.000 even als gemiddelde populatie nemen, toch één incident per 5 vluchtelingen per jaar plaatsvindt. Dat wil zeggen dat op een bevolking van 300 asielzoekers toch 60 incidenten per jaar plaatsvinden. Plus dat de politie ook nog eens meer dan 4500 meldingen heeft gehad over incidenten in en rondom AZC's. Er kunnen natuurlijk dubbelingen zitten, maar als dat zo is, dan is het minimaal 50% waar de politie dus bij in moet grijpen en niet 10% zoals u net noemde. Dit is helemaal juist wat u zegt. De aantallen kloppen. Het is dan handig als u ook nog even achter deze cijfers kijkt, dan leest u dat van de 8000 incidentmeldingen van het COA er ruim 5000 gaan over niet nakomen van de meldplicht, afplakken van rookmelders, overtreden van de huisregels, bijvoorbeeld roken op de kamer. Dat registreren wij als een incident. Dan blijven er dus al 3000 over en dan krijgt u weer een ander getal. Maar de getallen zijn inderdaad, en daar ben ik blij om, dat ze openbaar zijn, zodat u ook kunt lezen wat voor incidenten er achter die aantallen zitten. En datzelfde geldt ook voor de politiecijfers. Ik wil even een tussenopmerking maken, pro u. U hebt dit goed gedocumenteerd, en dat zeg ik niet om dat even makkelijk populair te zeggen. Ik nodig u sowieso uit om met deze cijfers, want de dag na vandaag, die komt ook nog, te spreken. Want ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat, ik heb net de cijfers gekregen over 2015, over heel Zuidwest-Friesland, over hoeveel incidenten, politiemutaties er zijn in de gemeente als de onze. Dat zijn er 9000. Moet u dat even, dan komt u tot dezelfde verhouding. En ik ben bereid om met u daar zodanig over te spreken dat wij in ieder geval elkaar begrijpen. Marco gaat even naar die meneer. Nee, we moeten echt. Ik vind echt. Ja, jullie zijn de baas hoor. Ik bedoel, wij zijn hier deze avond. Kom maar. Die meneer. Ja. Even een frisse vragensteller. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn. Er komt nu een frisse vragensteller. Mijn naam is Paul van Stijn en ik ben een jonge bewoner van Witmarsum. Overigens met veel plezier en ik ben met warmte ontvangen in dit dorp. Dus laat dat even vaststellen. Ik ben ook niet een fascist of een racist. Dat wil ik ook van tevoren gezegd hebben. Toen mijn vrouw en ik een huis aan het zoeken waren met warmte en liefde en dan kom je natuurlijk terecht in zo'n ontzettend leuk dorp als Witmarsum. Wat doe je dan? Je gaat rondrijden, je gaat kijken, je gaat voelen, je gaat proeven. Je gaat ook een bestemmingsplan ga je nakijken. Wat er eigenlijk de bedoeling is, wat komt er in je achtertuin? In dit geval stond daar dat er 21 starterswoningen zouden gebouwd worden. Ik vraag me af, als het bestemmingsplan op deze manier door de gemeente, buiten het feit dat ik even kwijt moet, dat ik vind dat ik door de gemeente op dit ogenblik uitermate belerend behandeld worden. Ik vind die meneer daar, als hij doet zijn best, maar ik vind de manier waarop hij dit wil leiden, vind ik eigenlijk een beetje ondermaats. Maar los van dat. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar ik vraag me af,
Ik woon in de Mauritsstraat nummer 13. Hoe kan iemand van de COA of een burgemeester zonder tranen, want hij heeft natuurlijk van tevoren diverse keren over het terrein gelopen om te kijken of dat geschikt is. Hoe kan iemand van de COA of de burgemeester zonder tranen lopen dat daar in mijn achtertuin van het dorp waarvan ik aan het houden ben, daar 300 moslims neer te zetten? En ik heb geen racist, want voor mij zijn dat Marokkanen. Maar 300 mensen in je achtertuin. Ik daag de burgemeester uit om te kijken hoeveel vierkante meter hij in zijn tuin hebt, dat te delen en of te kijken wie er ook 30 kwijt kan. Want ik vind het een grof schandaal dat de bestemmingsplan op deze manier met voeten worden getreden. Het feit dat het geen bestemmingsplan is meer om 21 starterswoningen te maken, had ik misschien het pand zelf wel willen kopen om daar een huis te zetten. Maar ik vind dat de beleefdheid, hoe je met mensen omgaat, zodanig met voeten wordt getreden, dat ik vraag de burgemeester hoe hij als gemeente de mensen gaat compenseren voor het feit dat mijn huis niet meer te verkopen is. Want als ik zeg ik ga mijn huis verkopen en ik moet erbij vertellen dat er 300 moslims op het gevaar af dat u mij op het gevaar af. Ja. Maar ik geloof dat u mij een vraag stelde, ook wel 4 keer geloof ik. Ik heb. Oh, ik dacht dat ik u hielp om even de sfeer weer in deze. Want dan vraag ik u, wat is nou uw vraag vanuit het collectieve belang van het dorp waar u zoveel van houdt? Ben gaan houden. Wat ik mijn vraag zijn er 3 lijnen. Hoe worden de bewoners van de buurt, waarvan de huizenwaarden zodanig dalen dat toekomstplannen doorgestreept kunnen worden? Hoe gaat de gemeente daarmee om? Hoe kan de gemeente een bestemmingsplan op deze manier met voet treden? En die is er niet meer, want ik hoor niemand over het bestemmingsplan. 2 jaar geleden, tot vorig jaar, stond er een bestemmingsplan. Dat wilt u antwoord op deze 2 vragen? Of, ja, laat u maar doen. En dat vindt u niet belerend, want dan kunnen we meteen daar antwoord op geven. Nee, dat bedoel ik gewoon om de tijd zo goed mogelijk te benutten. 1. Als BMW een bouwvergunning afgeeft, dan gebeurt dat op basis van de wetruimtelijke ordening. En die wetruimtelijke ordening die kent een tijdelijke vergunning voor een tijdelijke functie. Dat is voor 5 jaar en die kan met 5 jaar worden verlengd. Die procedure hebben wij in Sneek toegepast en die gaan wij, als dit door blijft gaan, ook in Wetmarsum toepassen. 2, over de hele ruimtelijke ordening geldt voor elke Nederlander dat wanneer die zich qua planschade individueel benadeeld voelt en de waarde van zijn onroerend goed, dat hij een simpel bezwaarschrift kan maken, kan uitleggen waarom hij meent dat dat zo is. En dan hebben wij een onafhankelijke kamer ter beoordeling van dat soort bezwaarschriften. En dat zijn adviezen die wij altijd overnemen. En soms wordt er een planschade toegekend, een enkele keer. En in de meeste gevallen, dat moet ik u zeggen, niet. Maar dat is in ieder geval de ordelijke manier waarop we daar wel als elke Nederlandse gemeente mee omgaan. Vragenstellers. Ik heb hier een meneer vooraan, die zit al zo op het puntje van zijn stoel, dus die ga ik echt eerst even opzoeken. Ja, ik ben André Bos, ik woon al 24 jaar hier in Wetmarsum. Ik heb de vorige asielzoeker gebeuren, heb ik ook mee mogen maken. Wetmarsum, het dode dorp zoals jullie nu zien, die hebben de vorige situatie ook gehad. Het was niet allemaal roze geur en maneschijn. Er is een hele hoop gebeurd bij de vorige asielzoekeropvang. De mensen die er 's nachts in het gebouw zitten, als er wat misging, die waren er niet, want die zaten in de kroeg. Daar waren we live bij allemaal. Alle dingen die er misgingen, er was niemand van COA te bekennen. En nu gewoon zo spontaan, zonder ook maar van tevoren met mensen te overleggen van jongens, we zijn ruimte nodig, we zijn weer in Wetmarsum. Zijn jullie er nog bereid voor? Nou, je ziet volgens mij hier wel. Het houdt op. Het is klaar hier voor Wetmarsum. En het is bij jullie om geld, maar het is ons lim. Wij hebben al 10 jaar, wij hebben al een hele periode gehad. En jullie proberen ons nog een keer 10 jaar, 10 jaar van ons leven te bepalen. Het slaat nergens meer op. Doe gewoon eens wat je moet doen. Maar laat ons eens een keer met rust. Dankjewel. Ik ben Harm de Boer. Ik kom hier binnen en je zegt, daar kun je de jas ophangen.
Ik zei, is dat veilig? Ja, nu nog wel, zeg jij. Grapje. Ja, jij weet... Ik wil even iets zeggen. Want dat raakt mij natuurlijk... Als jullie me even de gelegenheid geven... Het raakt me natuurlijk wel dat die meneer zegt... Goh, wat jammer dat hier niet een betere avondvoorzitter staat. Dit is de 20ste keer omtrent dat ik zo'n avond doe. Het doet me echt pijn, hoor. En het zal terecht zijn. Dat is allemaal aan u. Hè? Waar het mij om gaat is... Ik heb bijna 20 van die avonden gedaan. Gelukkig. Oké. We gaan één ding doen. We gaan proberen naar elkaar te luisteren. En dat essentie is dat we vragen stellen. Vragen. Next question. Die mevrouw. Meneer de burgemeester, hoeveel mensen lopen dagelijks bij u huis langs? Ik ben er nooit, dat weet ik niet. Ik ben alle dagen thuis. Ik woon hier recht tegenover. Ik krijg straks 300 mensen voor mijn keukenraam langs. Dank u wel, meneer de burgemeester. De rust krijgen we niet. Ik ben gepensioneerd. Mijn huis is onverkoopbaar. En ik heb al een week niet geslapen van pure ellende wat u over ons heen brengt. Dank u wel.